Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Alle kostbare tijd die ik had uitgekaderd voor het filmen van deze video, heb ik door de wc gespoeld. Doordat ik druk was met het kijken van TikToks. Het begint een probleem te worden. Echt waar. Nog een probleem is mijn stem vandaag. Hij is nu al wat beter. Gisteren kwam er echt geen geluid uit. Ik heb heel hard geschreeuwd dit weekend. Echt hard geschreeuwd. Vrijdag gingen de broer van Brian en zijn vrouw trouwen. Nou ja, ze waren al getrouwd, maar ze gingen een trouwfeest geven. Dus ik heb daar heel hard staan schreeuwen. En de dag daarna was ik naar Milkshake Festival geweest. Het was super leuk. Super hard geschreeuwd. Gisteren had ik een migraineaanval, heb ik de hele dag op bed gelegen. En vandaag ben ik weer het vrouwtje. Nou, het vrouwtje met de concentratie van een goudvis. Maar maakt niet uit. Hey, ik ga vandaag weer reageren op aflevering 8 van X on the Beach. Superleuk. Ik dacht eigenlijk dat dit de laatste was, maar er komt er volgende week nog een. Dus we zijn er nog niet klaar over. Voordat ik ga beginnen, laat me in de comments even weten wat je ervan vindt allemaal. Dan kunnen we het erover hebben in de comments. Ik laat nu ook eventjes een comment zien die ik leuk vond van vorige keer. En dan gaan we nu beginnen. Nooit meer doen. Zoof, nooit meer doen. De vorige aflevering was geëindigd in een crisis. Net als de aflevering daarvoor eigenlijk. Eigenlijk is dit hele seizoen een gigantische crisis. We gaan daarom ook gewoon weer verder waar we gebleven zijn. En we sturen Stevie, Harry en Ivory het strand op. Ik ben heel eigenwijs. Tower of Terror, what the fuck? Twee mannen en Stevie. Stevie, rustig aan, hè? Waarom? Geen idee. Dus daar moet meer achter zitten. Ik hoop niet dat er een echte ex van mij komt. Ja. Alleen neppe ex, alsjeblieft. Ik ben vuur. We zijn olie. Olie op vuur. Dat werkt. Ik hoop ook echt voor Harry dat het geen ex van hem is, want dat balkje onderaan het scherm is helemaal vol, joh. Ongeacht wat er uit het water komt, jullie blijven elkaar trouw? Nou, zullen we het gewoon lekker zien? Nou, nee dus. Ja, dit is niet van mij, hoor, jongens. Dit is niet van mij. Mijn ook niet. Fuck is dit nou? Het is Lakeisha! The queen has arrived. Oh ja. Yeah. Ik ben geen ex, ik ben extra. Ik zie een enorme verschijning daar in één keer aankomen. Geen lelijke dame. Kan ik wel wat mee. Nou, fijn. Anders hadden we er helemaal terug moeten sturen. Dat is toch zonde. Lakeisha is een oude bekende. En ik herinner me nog wel dat in het seizoen waar ze toen zat, ze een beetje behandeld werd als Giovanna nu behandeld wordt. Dus ik hoop dat het beter is voor haar nu. Lakeisha gaat op date met Ivory en Harry legt haar nog eventjes de disclaimer voor. Ja, is een leuke jongen, maar ik zeg je vast, ik geef je één tip. Betreed op eigen risico, je hebt daar een aanhanger, dat is iets apart. Nou, ik ben... Maar gelukkig hoef jij niet te lopen, gelukkig kun jij vliegen. Stevie die zit er met de neus bovenop, maar die is gelukkig niet zo emotioneel geïnvesteerd. Gaat dat? Ja, het gaat heel goed hoor. Zou je het erg vinden als een zoenen? Nee, ook niet. Leuker? Ook niet. Als je een keer in de mond pakt? Nee, ook niet. Als ik heel eerlijk moet zijn, dan ja, oké. Als hij met haar vandoor gaat, wie moet ik dan pakken? Snap je? Dat is meer. Dan denk ik van, oké, met wie wil ik dan nu in bed gaan liggen? Eenmaal terug in de villa is iedereen heel erg benieuwd naar de nieuwe ex. Of de nieuwe extra. Hallo. 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 Wie is ex die zit? Van Harry. Nee. Het is niet mijn ex. En? Het is niet de ex van Harry. Is het? Het is ook niet de ex van... Van wie? Ivory. Van wie? Het is een extra. Wie? En jullie kennen haar waarschijnlijk. Lactivia. Dat is seizoen 6. Feest op die. Die is toch bi, zegt ze. Ja, schat, die is bi. Ze is ook echt nog veel meer dan dat. Maar ze is inderdaad ook bi. Ik krijg nou weer een wijver bij die blijkbaar ook op vrouwen is. Dus niemand is veilig hier. Niemand is veilig. Lynn houdt er een beetje dezelfde gedachtegang op na als mensen die zeggen ik heb niks tegen homo's als ze maar niet aan me zitten. Het gaat niet om jou, hè? Puur omdat iemand op je geslacht valt, betekent niet dat hij ook op jou valt. Genoeg gespeculeerd. De Tablet of Terror komt weer met een spannende opdracht. Schokkend, ik bedoel het te zeggen schokkend. Detail, ontdek wie de echte slowkogel is. Luca, maak je klaar voor een date met Giovanna? Giovanna mag in alle privacy met Luca op stap. Maar ja, Luca ligt natuurlijk aan de ketting, dus daar moeten we het nog even over hebben. Romee, wat zeg je ervan? Ik ben opgefokt omdat vanmorgen eindelijk het halve probleem met die kech uit de wereld was geholpen. En dat ze nou samen op date moeten. Daar wijst ze natuurlijk niet te vertrouwen, hè? Nou, je vriendje is niet te vertrouwen. Maar ik zou er gewoon alsnog nog wel eventjes gewoon bedreigen voor de zekerheid. Ze heeft nog niks gedaan, inderdaad. Moet ze ook zo houden dat ze nog niks heeft gedaan. In de tussentijd is Ivory op date met Lakeisha. Maar je zei dat je getypt had. Nou, dat vraagt naar meer uitleg. Ja, daar bedoel ik dus eigenlijk mee dat ik geen type heb. Ja, ik val echt gewoon op personen, mannen, vrouwen. Mannen en vrouwen? Ja. Ja, toch. Oké.
Oké, dan ga ik even op spuiten hoor, ga even voelen. Ja, ho eens even, als het niet alleen op mannen en op vrouwen valt, dan beloof het goed. Probeert deze jongen nou haar seksualiteit te claimen alsof het iets positiefs is voor hem? Trio in aantocht. Ik heb nu hoge verwachtingen van je. Oh ja, jij bent bi, dat is echt chill voor mij, want dan kunnen we een trio doen. Excuse me. Ik heb nu hoge verwachtingen van je. Mhm. Cheers op jouw nieuwe ervaring hier. Ja, oké. Nou, Goos, ik zou eerder zeggen jouw nieuwe ervaring met haar, want volgens mij kan Lakeisha jou nog wel wat leren. Oké, terug naar de Romee en Giovanna beef. Romee zegt eventjes vriendelijk tegen Giovanna dat ze de kop eraf bijt als ze iets met Luca doet. Ik ga het even gewoon netjes aan je vragen, weet toch? Van, hou even je kopje erbij vanavond. Probeer me alsjeblieft niet uit mijn kast te krijgen vanavond. Weet toch, je weet wat je niet moet doen. Ja, zeker. Als je terugkomt en ik kom erachter dat je liegt over wat er is gebeurd, dan heb je echt een probleem, oké? Dus ik vraag het nu gewoon netjes. Oké. Luca die is verder in geen velden of wegen te bekennen, over grenzen aangeven gesproken. Laat me er niet achter komen dat ze iets doet, maat, want ze gaat echt zonder tanden naar huis, maat. Dus werk echt. Weer echt ongelooflijk gênant dit. Ik ben ook helemaal klaar met deze storyline. Ik vind ook echt dat dit gedrag niet getolereerd moet worden. Ik wil het er niet meer over hebben. Straks nog eventjes. Het loopt natuurlijk weer uit de klauwen. Voor nu even klaar. Alsof Giovanna niet al het hele seizoen in acuut levensgevaar was, wordt ze nu met Luca de vuilstort opgestuurd om een nacht te survivalen. Het is dat het met jou is, maar... Ja, dit is echt waardeloos. Niks, dit is echt waardeloos. Ja. Of zeg. Ik heb geen zin hierin. Nee, ik heb hier ook echt geen zin in. Dat is helemaal niet mijn stijl. Nee, dat is niet jouw stijl. Ik heb nooit in zo'n vieze plek geslapen als dit. Ik denk oprecht dat ze nog liever de tanden eruit laat slaan door Romee. Die auto is al afgeraakt. Jij nog niet. Ik wil terug naar de villa. Giovanna had een iets andere verwachting van de avond. Ik snap het niet, geldate. Wat voor geldate is dit? Ja, helddate. Oh ja, hel. Helddate, niet geldate. Ik wil naar huis. Ja. Ik dacht dat het was een geldate. Gewoon even elkaar masseren of in een hotel slapen. Ja, dan kom je al bedrogen uit. Nog iemand die zich bedrogen voelt is Joyce. Oh, ik heb het echt gehad met die meid, maar echt. Waarom loopt jij als een hond achter hem aan? Maar luister, jij gunt mij ook een held. We zien held het allemaal. Zo. Jij hebt voor mij gezegd, ik ben mijn held. Lindy staat er ook weer achter te tetteren. Die heeft oprecht helemaal niks met de situatie te maken. Maar als er geziekt kan worden, is ze erbij, hoor. Maar zo ben ik. Jij mag blij zijn dat jij fucking Bambi bent, of ik ga daar gepakt. Ik ga haar niet slaan, jongen. Joyce, nee, maar donder op, man. Je loopt al de hele tijd als een fucking hond terug in de club. Hier, je weet goed genoeg. Weet je nog over die hond nog te praten? Wij, jongen, stoppen. Vervolgens gooit Lin ook nog een drankje in haar gezicht. Ik vind dit echt heel zielig en ik heb echt met haar te doen. Ik vind dit echt niet oké. Okay. Wat ben jij nou weer stoer aan doen? Wat heb je 7 keer gedaan in jouw ogen? Maat, die loopt echt aan een fucking puppy aan. Ze achter u aan en begint ze nog over als Lin nog te zeiken. Kom maar. Allemaal niet vals. Ze weet perfect met wat ze bezig is. Dat is gewoon net. En ik vind het ook echt gênant, maar dan vooral voor Lin en Joyce. Want het kan gewoon niet. Zo kun je echt niet tegen iemand doen. Joey pikt het gedrag van Lin niet en spreekt haar erop aan. We hebben wat afgesproken. Je zou iets van elkaar. Ik heb mij gedragen, maar als iemand continu hier zit. En ik heb Joyce haar back en Joyce mijn back. Ben je naar mij toe gegaan? Heb je aan haar gevraagd? Heb jij strokkels met mijn jacht? Ik hoor het toch? Nee, dat vraag ik niet. Geef antwoord op mijn vraag. Weg. Ik hoor het toch? Geef fucking antwoord op mijn vraag. Nee! Als ik aan jou een reden vraag waar je ruzie hebt, dan moet je gewoon een reden kunnen geven. En als je geen reden kan geven, dan moet je gewoon je bek houden. Ja, helemaal mee eens. Lindy had gewoon zin om met alcohol te sjoelen. Dit gaat echt helemaal nergens over. En dan nog te bedenken dat de echte crisis nog moet komen deze aflevering. Hè? Want Luca en Giovanna hebben sowieso gewipt. Dus als je humor nog niet verpest was, dan wordt hij dat sowieso zo meteen door de uitbarsting van Romee. Laten we maar direct gaan kijken. Laten we maar gelijk met de deur aan de neus vallen. En het boven mee. Oh mijn god, Luca. Oh my god. Kom ik al nou raken? Maar weg. Wat is er gebeurd? Was niet helemaal de bedoeling, maar... Ja, was niet de bedoeling, zegt hij. Alsof hij niet al de hele dag seksuele innuendo's aan het maken was daar op die vuilstort. Hou op, hoor. Mag? Ja. Er is wel genoeg. Romee valt uiteraard Giovanna aan, die natuurlijk in haar eentje de volledige verantwoordelijkheid draagt voor 2 mensen die seks met elkaar hebben gehad. Het was niet de bedoeling, maar we hebben wel geneukt.
gedaan. Weet je het zeker? Dat je het echt hebt gedaan? Ja, ik heb wel gedaan. Ik ga niet tegen jou. Ik ben hier echt helemaal klaar over. Het verbaast me echt dat ze haar nog niet naar huis hebben gestuurd. Het is niet leuk toch? Ik moet de hele tijd in mijn rug kijken. Weet je, waar komen ze? Wanneer komen ze weer? Ik wil gewoon niet meer vechten hier, weet je. Ik hoef dat niet. Ja, ik snap het, schat. Ik betwijfel ook of jij het einde van de dag nog haalt. Als het aan Romee ligt, niet, denk ik. Wanneer moet uit mijn oogveld blijven maken? Want ik blijf gaan tot ik er heb, jongen. Echt waar. Ik vraag me dan ook echt af. Gaan ze dan gewoon voor nu, voor de rest van het seizoen, een bewaker naast haar zetten? Omdat Romee de hele tijd dreigt haar nek te gaan breken? Of Luca is natuurlijk ook slachtoffer van de situatie. Bro, wat moet ik doen? Ik lig aan een fucking autootje met haar naakt. Ze zit de hele tijd in een kik te spelen. Naakt. Arme jongen. Ja. En het was niet de bedoeling, maar het gebeurde. Het ging zo vloek erin. Hij gaat het gesprek aan met Romee. Luca heeft wat uit te leggen aan Romee over afgelopen nacht. Ik kan ook wel vragen hoe het gaat, maar dat is een beetje een domme vraag, hè? Ja. Het zou best kunnen dat ze klaar met me is, maar ik kan zeker nog goed praten. Romee is natuurlijk alleen maar boos op Giovanna, dus het is een redelijk constructief gesprek. En met constructief bedoel ik dat er niemand gewond is geraakt of een oogbal heeft verloren. Het was niet de bedoeling. Echt niet. Oké, nou ja, maakt niet uit dan. Het was echt niet de bedoeling. Oprecht niet. Maar goed, we kunnen heel lang verhaal gaan maken, maar het is gewoon gebeurd. Ja, sorry, ik kon er niks aan doen. Ja, Giovanna slipped and accidentally fell on that dick. Om een oud wijs man genaamd Chris Brown te quoten. Die trouwens net zo agressief is als Romee, als ik het zo zie. Maar waarom heb je het dan toch gedaan? Waarom? Ja. Ja. Waarom zijn de bananen kwam? Nee. Je hebt gewoon, waarom heb je het gedaan? Ja. Luca moet helemaal zelf weten wat hij nou doet, maar dan neukt hier iedereen, jongen. Zijn moeder zal vast trots zijn, maat. Ja, Luca moet het zelf weten allemaal. Dat is schappelijk. Goed, je hoeft niet zo fel te reageren ook. Zeker wel. Zeg toch sorry. Ik heb het gedaan. Sorry. Ik kan ook van alle dingen wat jij hebt geflikt ook een probleem maken. Dat doe ik ook niet, want dat vind ik niet nodig. Oh, gaslighting. Maar ik ben nog geen één dag weg en je zoent ook met een ander. Maakt mij niet uit, mag je doen. Snap je, we kunnen allebei voor lussen. Jij kan me helemaal helpen met mij, toch? Dat je gisteren tegen mij zei, maak je echt niet druk. Gaat echt niks gebeuren. Ja, maar nog praat je eroverheen wat ik nog net tegen je zei. Helemaal niet. Ik stop hiermee, want ik ja, natuurlijk, weglopen. Dat zou ik ook doen. Goed, nou ja, dit verdienen ze natuurlijk ook weer niet. Die jongen die maakt haar gewoon net te gek. Die lacht nog om ook. Wat een gezeik. Voor mij is het zeker klaar met Luca, ja. Ja, Romee, weet je het zeker? Ja, zeker. Goed, nou ja, Jennifer heeft nog niet echt actie gehad dit seizoen. Maar gelukkig is er Samir. En Samir ziet het wel zitten met Jennifer. Nou, eindigen we de aflevering toch nog met een positieve noot. Dat vind ik fijn. Ik laat het hier bij ons. Laat me in de comments even weten wat je ervan vond. En dan zie ik jullie natuurlijk weer volgende keer. Adieu!